een verrassing dit seizoen. En misschien stak hij er ook wel bovenuit. Maar goed, we hebben zo ontzettend veel gesprekken gehouden dat ik ze niet eens meer allemaal herinner. Maar het was in ieder geval een van de bijzonderste ontmoetingen. Het was een nieuwe gast. Dat gaat zoals het altijd gaat. De redactie leest de krant, ziet dat er in Parijs een Nederlandse homo in elkaar is geslagen. Dat is al verschrikkelijk nieuws. Maar het nieuws werd iets groter omdat deze jongen, die Wilfred de Bruin heet, zijn helemaal in elkaar geslagen gezicht op Facebook had gezet. En dat nam een ontzettende vlucht in de Parijse homo-scene, maar ook in de Parijse politiek. Hij werd het gezicht van de homo-haat in Frankrijk. En die is virulent, die is groot. En dan komt het moment dat de redactie denkt, zullen we eens bellen? En dan heb je dus iemand aan de telefoon. En dan stellen wij natuurlijk altijd de vraag, is het iemand waarvan je vermoedt dat hij op televisie goed uit zijn woorden kan komen? En dat weet je, bij mensen die je helemaal niet kent, blijft het altijd een klein beetje een gok. Wij zeiden uiteindelijk ja. De redactie, de redactrice die hem sprak, zegt, ik heb daar een heel goed gevoel over. Het is een jongen die buitengewoon eloquent kan vertellen wat hem is overkomen. Nou, vooruit dan maar, want het is een goede zaak. Een Nederlandse jongen in Parijs, et cetera. En dan komt daar binnen Wilfred de Bruin met dat in elkaar geslagen gezicht. Dus een blauwe oog, geen tanden in zijn mond. En die vertelt me een verhaal over zichzelf, over de homohaat in Parijs, over de politiek in Frankrijk, over überhaupt de Franse mentaliteit jegens homoseksuelen. Op een, ja, ik denk dat virtuoos eigenlijk het enige woord is wat hierbij past. Nergens cliché, nergens verongelijk, nergens zielig. Dat wij dachten, nou ja, dit is sowieso iemand die ons misschien in de toekomst regelmatig over Frankrijk kan bijpraten. Inmiddels is hij daarna weer twee keer geweest. Dat had nog twee keer te maken met homoseksualiteit en Frankrijk. Het homohuwelijk bijvoorbeeld. Was de laatste reden dat hij bij ons was. En toen zag hij er alweer helemaal gaaf uit. Maar ook toen, in alle drie die keren, zat er iemand aan tafel die we niet vaak met dat niveau aan tafel hebben. Namelijk ontzettend wijs, ontzettend slim, zelfrelativerend, geestig. Met ongelooflijk veel kennis van de geschiedenis, de politieke geschiedenis. En kortom, iemand die eigenlijk in elke seconde dat hij spreekt indruk maakt. En dat maak je niet zo vaak mee. We hebben natuurlijk heel veel hele goede gasten aan tafel. En misschien is het ook de nieuwigheid dat ik dacht, wat maken we mee? Want als hij straks misschien nog 10 keer geweest is, dan is het nog steeds een hele goede gast. Maar dan wendt ook dat weer. Maar dit was voor mij denk ik de ontdekking van seizoen 8 De Wereld Draait Door.